In het tweede leerjaar ben ik tijdens de sportdag vergeten een koek mee te nemen. Maar er was een jongen in mijn klas, die heette Jonathan. En die kwam naar mij en die zei, alsjeblieft Lucas, je mag de helft van mijn koek opeten. We zijn nu 20 jaar later en Jonathan, als je kijkt, welke zieke geest kiest er nu voor dinosauruskoeken zonder chocolade? Jij vuile creep. Ik ben Lucas Lely en u kijkt naar Standaard Koekhandel. Ik sta hier in de koekerio met Jan-Jaap van der Wal. Jan-Jaap, merci om af te komen. Ja, heel graag gedaan. Koekhandel. Je bent van Nederland, ja? Dat is algemeen bekend. Hoe staan ze daar even ver in de koekindustrie als in België? Voor een deel wel natuurlijk. Je hebt daar traditionele koeken. Hmm. Ik kom uit Friesland. Ja. In Noord-Nederland heb je de Oranjekoek. De Oranjekoek? De Oranjekoek. Dat is een goede naam, vind ik. Ja, heel Nederlands. Ja, daarom. Dus daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Hmm. Wat is dat voor iets? Ja, dat is hard, taai. Klinkt niet aantrekkelijk. Nee. Met een soort roze glazuur eroverheen. Ja. En daar dan over weer slagroom en vruchtjes en dat. Dat maakt het weer goed. Ja, dat maakt het weer goed. En je hebt hier een aantal traditionele koekenmakers in Nederland, maar die heb je hier natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar hier zijn ze in de chocola weer verder volgens mij. Ja. Ik denk dat ook wel. Ja. Is in Nederland ook de traditie om op de verjaardag op school iets mee te nemen? Ja. Maar ik had altijd nibbits. Nibbits? Nibbits, van die ronde chipjes. Nee, met het drokveten doorheen. Oei. En dat kon je dan zo om je nek. En dat had ik altijd 3 dagen van tevoren gemaakt, dus dat was slak en taai. Je maakte dat zo? Dat is een... Ja, er waren ronde chipjes. Ja? En met het drokveten er doorheen. En dan had je een soort ketting. En dat bracht je mee naar de ja, dat waren de tractaties op school, ja. Dat is toch een vreemd plant, hè? Toch, Was even ons dan vreemd waarschijnlijk, hè? Ja, precies. Ja? Ben ik de eerste Hollander trouwens in deze serie? Ja, voorlopig wel. Ja, zeker. Je hebt een koek gekozen. Je hebt toch in het Vlaamse aanbod gekeken. Jazeker. Voor je koek. Ja. Voordat we daar naartoe gaan, ga ik even een weetje geven over koeken. Ik ben heel benieuwd. Het is een beetje ik heb het speciaal gekozen voor jou. Ja. Het is een man, die heet Kees Koeken. Dat is een voormalig Nederlands wielrenner. En die heeft ooit een etappe gewonnen in de Ronde van Spanje. Kees Koeken. Ken je die man? Nee. Nee, toch dan een Nederlander. Maar die kennen elkaar niet allemaal. Hè? Nee. Dat is veel gemaakte fout. Ik ken wel iemand die Kees heet. Ja? Ja. Toffe man? Dat is mijn schoonvader. Ah. Dan moeten we nu niet... Ai. Het is een lieverd. Ah, voilà. Dan is het oké. Oké, spannend. Jan-Jaap, je hebt een koek gekozen. Ja. Ik zou zeggen, benoem hem. De Mergpijp. De Mergpijp. Ja, okay, klinkt best heftig. Dat is toch? Ik zie hem hier staan, de Mergpijp. Heb je hem? Ja. Die staan hier. Dat zijn ze. De Mergpijp of de Mergpijpjes. Dat is wonderlijk, hè? Mergpijpjes. Ja. Ja. Dat zie je toch voor de bescheiden versie hebben gekozen. Ja. Ik vind het. Waarom heb je deze gekozen? Ken je de Mergpijp? Ik ken ze van zien. Ik ga even alle kaarten op tafel gooien. Ja. Ik heb dit nog niet geproefd. Oei. Ik ben nog maagd. Oké. Okay. Mergpijp maagd. Ja, nou dit is voor mij troost, deze koek. Oké. Okay. Kijk, ook zondagavond rijd ik altijd vanuit Nederland terug naar Antwerpen. Ja. Om weer de ideale wereld te gaan doen. Goed programma trouwens. Het is een heel leuk programma. Mijn gezin woont nog niet definitief in België. Oké. Okay. Dus dat is altijd een avond met een soort van, toch een soort afscheid. Snap ik. Enerzijds, aan de andere kant ook een soort opwinding, omdat ik jou weer ga zien en alle andere mensen weer gaan zien op maandag. Dus het is een soort avond vol emotie. Ja. En dan wil ik mijzelf nogal eens belonen. Oké. / troosten. Ja, ja. En dan doe ik dat altijd met de Mergpijp. Oké. En die haal ik dan in het tankstation. Ja. En daar zijn ze groter ook, eerlijk is eerlijk. Ja, dat is ook niet echt, dat is ook een omgeving die troost vraagt. Het tankstation, dat is ook niet echt een vrolijke plek. Dus ik vind altijd over deze koek dat ik hem verdiend heb. Ja, oké. Okay. Je koopt een volledig pak? In Holland zijn ze groter dus. Okay. En dan koop ik een pak met 4. Oké, okay, daarom maar als jij Mergpijp zegt. Ja, daarom. Maar als ik snel tel, dan is het bij elkaar zijn dit 2,5 Mergpijp. Oké. Dus dan zijn er wel... Dan zijn er geen ja, dus als we alle twee nemen, dan houden we een halve over. En dan ben je getroost? Eigenlijk, eerlijk gezegd, maar dat weet je met koeken, eigenlijk de oprit naar de snelweg, is hij al weg. Wat? Maar dat ene moment, dat voelt wel als troost. Dat is het waar, ja. Daarna zak het een beetje in misschien? Daarna is het toch een sugar rush, dus daarna heb je een soort klap. Ja. En dan hou ik het tot aan de ring van Antwerpen vol. Dat is mooi. ik zie hier, dus ik
nog niet gegeten. Nee. Ik zie hier zo de doorsnede op de verpakking. Wat zit daar allemaal in? Weet ja, dat is wel bijzonder aan de merktuip. Ja. Kijk, het begint met een laagje marsepein. Ja. Dat is altijd goed. Met een beetje chocola aan de zijkanten. Ja. Daarin zit dan weer cake. Ja. En in die cake zit dan weer die soort confituurachtige substantie. Confituur, oké. Okay. En dan heb je ook nog de bodem. Die is dan ook nog chocola. Dus dat blijft dan nog een beetje zo... aan je vingers zit en lik je er dan nog bij af. Dus als we nu naar je stuur gaan van je auto, dan zien we waarschijnlijk... Als je daar een DNA-test op zou doen, dan zou je waarschijnlijk... Onder andere... merkpijp als dader kunnen... Zij, ik sta voor dat we eens gaan proeven. Ja, lijkt me heel leuk. Vind je dat je nu troost nodig hebt? Of, Nee, maar het voelt wel... Het is altijd ruimte voor troosten. Maar het is troost en jezelf belonen. Ja. Dus laten we onszelf belonen hierbij. Okay. Zo. Oké. Het voelt stevig. Ja. Ja, zeker. Het leuke is, als het warm is in de zomer, kun je het altijd via de marsepein vasthouden, zodat je handen niet... Maar dan heb je een minuut extra voordat die smelt in je mond. Dat is waar, en dat is welkom. Oké, Jaap. Salut. School. Lekker. Ja? Ja, het is goed. Ik snap de troost. Ja. Ja, heb je eigenlijk al van de marsepino gehoord? Nee, vertel. Dat is een koek eigenlijk die vaak wordt vergeleken met de merkpijpjes. Echt waar? En de vader van Jonas Gernaert heeft die uitgevonden. Dus misschien moet je dat ook een keer proberen. Oei. Misschien. Het is maar een tip dat ik geef. Hè. Ja. Ik wil geen kritiek geven hier op mensen hun keuze. Maar wat je eigenlijk zegt is, ga eens met Jonas praten. Wat? Als je echt troost wil. Ja, dat kan misschien helpen. Lijkt me goed. Maar het is lekker. Het is zeker lekker. Ja. En dan rij je zo en dan eet je ervan. Ja, hier ben ik dus eigenlijk alweer op de snelweg. En dan zit ik na te denken over hoe ga ik die tweede nog pakken of niet. Ja, ja. Want je moet je voorstellen, die zijn dan echt... dat is heerlijk. Maar meestal pak ik hem, de tweede. Oké, okay. Houden zo zou ik zeggen. Heerlijk. Ja, mag ik je enorm bedanken om hier aanwezig te zijn. Ik vond het een enorme eer. Ja, het was leuk om jou, om je manier van troost te leren kennen. Ja, hè? Ja, zeker. Het voelt toch een beetje intiem, hè? Zeker. Ja. Die stap is gezet. Ja. Ja. Dankjewel. En tot de volgende standaard koekhandel. Merkpijpjes. Ik ben mee. Rob. Mm-hmm.